Het onderwijsproces begint fysiek weer op 6 juli. Dat geldt alleen voor de toets- en examenleerlingen. Dat zegt de directeur van onderwijs, Natasha Benanon. Het nieuwe schooljaar 2020-2021 begint niet meer op 1 oktober, maar op 1 september. Benanon zegt dat de leerlingen van het basisonderwijs in 4 vakken de toets zullen afleggen. En waarom hebben we voor dat model gekozen? U weet zelf dat de leerlingen zichzelf moeten selecteren om naar een ander niveau te gaan. En daarbij is van belang dat je let op 1. Kennis van het kind, het inzichtelijk vermogen van het kind. En bij die vakken, zoals tekstbegrip, algemene taalkennis, redactie en cijferen en hoofdrekenen, daar kun je dus merken of het kind inderdaad dat in zich heeft om zichzelf te selecteren naar het volgende niveau. Het gaat namelijk erom de richting voor het vervolgonderwijs. Je ziet daar ook dat wij in planning hebben om dus op 3 en 4 augustus de toetsen af te nemen bij deze leerlingen. Het is ook belangrijk dat u weet dat de leervakken, het gaat namelijk om aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs, niet aan de orde zullen komen. De kinderen, de leerlingen hebben de kwartaalcijfers, het eerste kwartaal en het tweede kwartaal. En het gemiddeld van dat cijfer zal dus worden doorgestuurd naar dus het examenbureau, dan wel een CBUMA. Benanon zegt verder dat de leerlingen van de MULO school geen examen zullen maken in de leervakken en tekenen. De derde klassers van de MULO school mogen zelf bepalen of ze willen deelnemen aan het toelatingsexamen. In tegenstelling tot de andere onderwijsniveaus zullen de examenkandidaten van het VOS tot 1 uur les volgen. Omdat het bij hun gaat om meerdere vakken. Hun examenperiode is in de periode 23 juli tot en met 6 augustus. Mag ik de volgende slide? Mag ik de volgende slide? Ja. Als u kijkt, dan ziet u, het gaat namelijk om HAVO en VWO. Daar ziet u een overzicht van wat er allemaal staat te gebeuren. De leerlingen van de examenklasse, dus de examenkandidaten, hebben deelgenomen aan het SO, eerste SO, tweede SO en het derde SO. Het derde SO, dat zal zijn de afsluitende toets die de leerlingen zullen maken. Met andere woorden, om dus in aanmerking te komen voor het einddiploma HAVO, VWO, dan zal het zo zijn dat het eerste SO, het tweede SO en de afsluitende toets die ze zullen maken in de periode 23 juli tot en met 6 augustus, dat dan het eindcijfer zal zijn waardoor ze dus in aanmerking kunnen komen. Natasha Benanon, directeur van onderwijs. Zij sprak gisteren op de COVID-persconferentie. De toets- en examenkandidaten zullen op 6 juli weer beginnen met het fysieke onderwijsproces.